Van der Pavert in duel met Venema. Niet voor het eerst. Dit is de eerste kans. Miscommunicatie in de laatste linie bij de Graafschap. Het loopt maar net goed af. Want deze had gewoon kunnen zitten. Fortus met het schot. En meteen het antwoord van de Graafschap. Van den Hoek. Met Haan bij zich. Kulacsi. Dat is een lastige weg. Nou, dit is de mogelijkheid voor de Graafschap. Hachivaj. Korte schiet. Bal van richting veranderd tussen doelpunt. En zo is er de voorsprong voor de Graafschap. Hier gaat het fout bij Kulacsi. En dan is de Graafschap snel in de omschakeling. Hachivaj kiest voor Korte. En via een speler van Utrecht valt die bal binnen. En zo is er de voorsprong voor de Graafschap. Hachivaj, Haan, Hachivaj, goede redding van Gadela. En zo zijn de beste kansen in deze eerste helft voor de Graafschap. Hachivaj tussen de linies, Hachivaj van afstand, Hachivaj. Weer een prima redding van Gadela. Ikeshita. Selouf. Met 1-2, het schot van Selouf. Dit is misschien wel het gevaarlijkste moment in deze tweede helft. Selouf, foutje. Lelieveld kan overnemen. Lelieveld krijgt ondersteuning van Bretijn. Lelieveld. Komt hier de 0-2 aan voor de Graafschap. Kan de Graafschap dit uitspelen? Nou, Gravenberg. Ja, 0-2. Ja, daar is over nagedacht. Al dus Gravenberg zijn vierde van het seizoen. En natuurlijk komt deze goal natuurlijk ook voor rekening van deze Lelieveld. Die hier goed staat te verdedigen. Ja, dit voelt Lelieveld. Krijgt de bal terug van Brittijn. Kijken waar is Gravenberg. Die stapt een paar stapjes terug. Krijgt dan de bal van Lelieveld en maakt het beheerst af. En het is afgelopen. Cantino fluit voor het laatst. De Graafschap wint. De nummer 6 komt op 36 punten. Korte voorrust en invaller Gravenberg vlak voor tijd. 0-2.